Nou, ik zet me in voor kinderrechten en dan eigenlijk het recht op een stem, dus dat kinderen mee mogen praten aan de politiek. Het recht op een toekomst, dus dat ja, de politiek ervoor zorgt dat wij ook gewoon nog een toekomst hebben en een aarde hebben om op te leven. En dat ze beseffen dat hun beslissingen gevolgen hebben voor volgende generaties. En tenslotte voor het recht op een kans, dus dat elk kind dezelfde kansen krijgt om zichzelf te ontwikkelen. Zelf voert hij verschillende acties uit om gehoord te worden. Nou, ik doe verschillende acties. Zo schreef ik een boek, Ons Recht. En maakte ik een podcast, Kindervisie de podcast. En ook spreek ik heel veel, zoals hier op het Grondvest. Waar ik ook mijn eigen nieuwe actie mag lanceren. Ik wil een stem. Kinderen kunnen onder de 18 kunnen allemaal een kaartje sturen naar de minister. Waarin ze oproepen dat de stemrechtleeftijd, dus de leeftijd waarop je mag stemmen, dat die verlaagd moet worden van 18 naar 16. Ik wil dat de stemrecht naar 16 gaat, omdat ik vind dat kinderen ook een stem moeten hebben in de politiek. De politiek maakt beslissingen over ons, maar praat niet met ons. En ja, hun beslissingen hebben heel erg veel gevolgen voor ons leven. En wij hebben daar geen stem in. En als je een hele bevolkingsgroep uitsluit, ja, dan is het eigenlijk gewoon discriminatie. Westra is niet zo bang dat het stemrecht voor wat jongere mensen een slechte impact zal hebben. Nou, ik denk dat sowieso politici in begrijpelijkere taal gaan praten, omdat ze ook kinderen moeten bereiken. Dat is natuurlijk ook voor veel volwassenen is dat goed nieuws. En waarschijnlijk zal er ook meer aandacht zijn voor onderwijs, voor klimaat, misschien voor de woningmarkt of discriminatie. En als je kijkt naar scholierenverkiezingen, dus wat de afgelopen jaren al is gebeurd, dat geeft wel aan dat jongeren radicaler stemmen. Dus waarschijnlijk zullen de partijen aan de uiteindes van het spectrum zullen die groeien.